We hebben heel lang gedacht dat de hunebedbouwers vreedzame boeren waren, die alleen maar hun akkers bewerkten en vee hoeden. Maar dat hadden we mooi mis. Ze hadden allerlei wapens, zoals strijdhamers en pijlen, en op skeletten is heel goed te zien dat ze die ook gebruikten. Er zijn schedels gevonden die zijn ingeslagen, en een schedel van iemand waar een benen pijlpunt nog in zijn neus steekt. En in een moeras in Denemarken is het skelet opgegraven van een man, die was gewurgd met een touw.